Dames en heren, ik heb iets nieuws voor jullie. We gaan wat nieuws proberen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Mensen willen weten wat ik heb gehaald in de Weekend League. We gaan het gewoon doen. Ga er heel goed voor zitten. What up mensen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Aristotle Ndunu en zoals ik al zei, in deze video gaan we iets nieuws proberen. De Weekend League bestaat uit 30 games en ik heb alle wedstrijden opgenomen. Ik ga de wedstrijden verdelen, ga meerdere video's over maken. We gaan lachen natuurlijk, we gaan kijken naar bepaalde momenten, dingen die er zijn gebeurd in de Weekend League. Dus ik wil van jullie weten wat jullie ervan vinden. We hebben het, ja, overleefd. Of misschien niet. Ik ga het niet helemaal verklappen. Sommige mensen van jullie weten niet wat ik heb gehaald in de Weekend League. Maar ik wil van jullie weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie dit tof? Moet ik dit vaker gaan doen? Nou, check het sowieso eventjes. Aan het einde van de video komen we hierop terug. Vind je dit een tof idee? Laat het dan eventjes weten in de comments. En aan de hand van de likes kijken we of ik een nieuwe video moet gaan uploaden. Bij de 1000 likes komt een nieuwe video meteen online. Laat zeker eventjes een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Want het wordt lachen. Vergeet niet te abonneren. We zijn nog steeds op een missie naar die 50.000 abonnees. Echt, jullie kunnen me helpen. Je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram. Aristotle Ndunu. En dan ga ik niet te veel praten. We hebben genoeg wedstrijden te bespreken. Let's go. Oké, we gaan beginnen. We beginnen de Weekend League met de eerste game. En dat is al lachen. Dat is al genieten. Ik ga jullie laten zien precies waar ik het over heb. Dan begrijp je dat. Ik ga je precies laten zien waar ik het over heb. We beginnen de wedstrijd, de Weekend League, tegen Pipo Dinho FC. Met het volgende team. Hij heeft Otamendi op centerback, Skriniar, Alan, Dybala, Politano, Rebic. AC Milan inmiddels, oké. Oké, ja, goed. Hij heeft een grappig team. Goed, hij begint met Politano en ik heb een USB in mijn Xbox zitten om op te kunnen nemen. En ik was nog niet ready. Vervolgens ben ik wel ready, switch ik naar Militao. Oké, en dan gaat hij er zo in. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik fantastisch. Hij drukte op pauze, of ik drukte op pauze. En toen dacht ik, oké, nou ja, goed, het opnemen werkt volgens mij. Dit is niet hoe ik de Weekend League wilde beginnen. Een goed begin van de competitie, maar uiteindelijk moest ik maar pakken en dacht ik, oké, dit ga ik gewoon doen. Ik neem ook de aftrap, ik zet hem op aanvallend. Dan heb ik bepaalde instructies die ik later met jullie ga delen. Dat komt vanzelf wel goed, maar ik dacht, oké, als je gewoon de bal bezit, als je gewoon balbezit houdt, de bal zo lang mogelijk houdt en nauwkeurig bent in de passing, dan komt het vast wel goed. Er ontstaat ruimte in het midden. Eusebio speelt Cristiano in, maar ik paste hem weer terug. Ik heb geen idee waarom ik dat doe. Sissoko herovert de bal en dan wordt het gevaarlijk. Mahrez speelt Eusebio in, een dragback en Eusebio die schiet hem gewoon door het net heen. En dan, de vijfde minuut jongens, hij drukt op start. En ik voelde al, ik zag het al aankomen, maar ik voelde het al ergens een beetje dat hij dit zou doen. Hij is weg, he's gone. Hij is er gewoon van doorgegaan. En toen dacht ik, ah nee, dit meen je niet. Dus hij neemt gewoon de loss. Dat vind ik eigenlijk heel vals. Want waarschijnlijk had hij het idee, het gevoel dat hij zou verliezen. Dus ging hij weg. Maar ja, dan blijf ik op nul wedstrijden staan. Dus dan beginnen we weer. Hè? Beginnen we met de eerste game van de Weekend League. Heb ik hem eventjes doorgespoeld. Anders duurt het natuurlijk veel te lang. Maar de echte eerste wedstrijd is tegen Jude XY met David Villa. In de spits. Oké, Marco Reus, Gnabry in vorm. Oké, Ronaldo, grappig, Roussillon op linksback. Oké, David Luiz speelt Cristiano in. Eusebio inspelen, kan niet. Eusebio komt nu weer vrij, daar komt hij. Ingespeeld, heel te heel. En, dan schiet hij hem door dead heen. Ik dacht oprecht dat hij met links zou schieten, maar hij schiet met rechts. En hij drukt op start, de tegenstander. DCX Fates drukt meteen op start. En natuurlijk heb je de celebration, lekker nonchalant. Voor de mensen die willen weten hoe je celebration doet, is het R1 dubbel rondje. En dan is het alweer een rage quit. Maar dit keer met een winst. Dat is mooi. Dan begin je de Weekend League lekker. Dan denk je, oké, weet je, dit is misschien wel terecht na die eerste gekke wedstrijd dat die man gewoon liefde bij een instant. De volgende tegenstander, Unicum 5. Alright, Awar. Tegenwoordig hebben mensen de Awar SBC gedaan. Het is een SBC, toch? Of niet? Of een doelstellingen gebeuren. Goed, Ronaldo, lekker aan het skillen. Is het Mahrez? Die schiet vol tegen Virgil van Dijk aan of Piqué en het dragback. En dan gaat hij er alsnog in, weet je. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe hij erin gaat. Hij gaat erin. Willen we nog een celebration zien? Uiteraard. Die gaan jullie nog heel vaak zien, dames en heren. Ik geniet ervan. Beetje nonchalant. Ja, toch. Genieten. Goed. Weer een voorsprong. Dat is een lekker begin. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan door. Sissoko speelt Ronaldo in. En dan komt de Elastico. De schaar. Oké, dan nog een schaar. En dan haalt hij hem vol neer. Het werd eventjes donker voor Robertson. Cristiano mag hem maken. Die schiet hem door het net. En Cristiano, een van de beste finishers in de game. Samen met Eusebio en de Braziliaanse Ronaldo. Natuurlijk weer de celebration. 2-0 voorsprong. Ja, dan moet het gewoon goed komen. Dan gaan we weer. Een heel-to-heel. Dan komt er een actie. Fake shot. Virgil van Dijk. Geen idee wat hij aan het doen is. Piqué grijpt niet echt in. En dan mag Ronaldo de 3-0 maken. Dat is wel lekker. Zo'n ruime voorsprong. Dat is altijd wel stabiel. Goed, er komt nog een goal aan. Maar dan van hem, niet van mij.
In één keer doorgepast. Ben Ketzer, moeten we zeggen. David Luiz. Die pass had ik niet verwacht. Die pass naar het midden toe. Ja, Butragueño, dat is een fenomeen ook goed. Maar goed, hij scoort er 3-1. Een mooie goal. En dan is daar Cristiano Mbappé. Oké. Prima actie, prima afgerond en terecht. Maar er komt nog een slotakkoord, zoals je dat mooi zegt. Cristiano Ronaldo met de dragback is van Piqué af. En dan hier wilde ik wat leuks doen om de keeper heen, maar hij keepte. Waarom? Waarom blijf je niet? Waarom kom je niet uit? Dan kon ik om je heen. Maar ja, goed. Ik zag het, weet je, heel die hoek lag open. En dan is het uiteindelijk 5-1 geworden tegen DC Lank. Als de Nederlander is, GG sowieso. De volgende tegenstander is MSV Duisburg. Van het praten krijg je dorst. Ik ga eventjes wat drinken. Ronaldo heeft weer de bal. En wat hier dan gebeurde is een beetje vreemd. Want ik schiet tegen Campbell aan. Maar ik vraag mij af of hij dan Hierro was. Maar ja, goed. Het maakt helemaal niet uit. Want Ronaldo schiet hem er gewoon alsnog in. En dan staan we weer 1-0 voor. Lekker. Vergeet de celebration niet, hè? Vergeet de celebration niet. Heel mooi. Het zou leuk zijn als we die allemaal eventjes doen in de Weekend League. Maar we gaan door. Eusebio, bam! Schiet hem door het net heen. Korte hoek. Of zo, korte hoek OP in FIFA 20. En uiteindelijk weer de celebration. Ja, het was Vieira die Eusebio inspeelde. Dan is daar ruimte voor Mahrez. Ik kon hem korte hoek schieten. Misschien verwachtte hij dat ook wel. Dus ik dacht, ik hou nog eventjes in en schiet hem binnenkant paal weliswaar. Want ja, hoe vaak schiet je die bal wel niet op de paal in FIFA 20. Maar goed, 3-0. Hij drukt op start en hij is los. Hij is WGL weg. Ganlusu. Kijk, en toen werd het grappig. De 8e game mogen we tegen Teng. Ik stel, is een top 100 speler en een kijker van mij. Ik praat heel vaak met hem. Heeft Neymar, red player pick. Oké, lucky. Vieira, Sissoko, Mbappé. Ja, Hazard is wel echt een opvallende keuze. Maar goed, er gebeurt niet heel veel. Hè? 31ste minuut. Ja, het was een beetje aftasten, maar in de tweede helft gingen we los. Hè? De dragback, Gomez is weg. En dan schiet Eusebio hem met links, 5-star weak foot, door het net heen. Hoe mooi is dat? Eusebio. En dan weer de celebration. Volgens mij noemt Kurt hem een baby ice of zo. Ja, het is een fenomeen dit, echt. Kijk eens, heerlijke actie. Dan is daar Cristiano, maar dit is slordig. Ik had moeten kijken naar de keeper movement. En hier weer, Eusebio. Ja, weer keeper movement, hè. De keeper was aan het schaatsen. Maar goed, dan uit die corner valt wel de goal. Ja, Sissoko die kopt hem in Ronaldo's voeten. Ja, dan is het heel simpel. Opendraaien en schieten is het golazo. Staan we toch al 2-0 voor? Dan gebeurt er iets grappigs, want je weet het, hè. Op het moment dat je tegenstander volle druk zet, dan wordt het lastig. En dan is daar de Hazardkaart en hij schiet hem er niet in. Eden, wat doe je, grap? Hij schiet hem gewoon naast. Dat is bizar. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog een aantal kansjes. Balrol, schiet hij met links. Ik dacht echt dat als hij hem hier met rechts schiet, schiet hij hem er gewoon in. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Dan is daar Cristiano, de heel-to-heel. Heel geduldig wachten op zoek naar Eusebio. Maar dan staat daar toch Robertson in de weg. Uiteindelijk is het 2-0 geworden. 8 schoten, haalt er eentje op doel. Tengenstel, GG, zonder dat we elkaar matchten. Maar ja, het is niet anders dan de wedstrijd waar het misschien wel om draait. De e-sporter van Sparta Rotterdam is het de rematch. Ik heb eerder tegen hem gespeeld en zijn team is helemaal niet zo hard. Dat had ik niet van hem verwacht. Misschien speelt hij helemaal niet veel. Ja, misschien heeft hij er gewoon niks ingestopt. Geen budget vanuit Sparta. Ga zomaar door. Maar hier valt wat op, hè. Doorgespeeld. Hè? Hij is heen en weer gegaan. Dit is de derde keer. En de vierde keer gaat hij heen en weer. Vervolgens heb ik dan pas de bal. En dan zijn we 7 minuten verder. Bizar. Goed, het gaat nog vaker gebeuren van links naar rechts. Ik weet niet waarom. Nou, misschien omdat hij minder team heeft. Oké, we draaien lekker. Cristiano Ronaldo. Hij was manual aan het verdedigen. Maar we zijn van hem af. Dan is het 1-0. En dan kunnen we even lachen. Eerst de celebration. Dan kunnen we eventjes van genieten. Lekker nonchalant. Maar als we kijken naar de statistieken. De stats, jongens. De stats. Statistieken spreken boekdelen. Cristiano Ronaldo lekker gedraaid. Dat kan trouwens in die gameplay, want het was belachelijk. Goed, oké, 25 minuten. Ja, in de rust heb ik precies 1 schot. Minder balbezit, 41% balbezit. Toen dacht ik ja, en 0 schoten tegen. Dit is een goede actie van hem met Neymar. Slecht van mij, had ik naar Militao moeten switchen om ja, in de baan van het schot te staan. Dan wissel ik Mahrez voor Rashford. Die komt er dan in, dat doe ik veel vaker. Dan heb je in de 85ste minuut dit. 85ste minuut, hè. Ik heb 1 schot tegen gehad. Kijk dit. En dan denk ik, grap, oké. Okay. Ik voel het al aankomen. Er gaat wat gebeuren. De corner. Daar is de corner. Oh, jongens. Mbappé. En daar is de voorzet. Oh, jongens. Hij maakt hem. En toen dacht ik, oh, dit meen je niet. Het gaat een hele taaie worden. Dit meen je niet. En besef, dit was zaterdagavond 12 uur. We hebben elkaar ook nog gesproken daarna. Dus ik wist sowieso dat het de e-sporter van Sparta was. Ik heb hem ook even gesproken. Dus ja, dat was niet anders. Hè. Ik kreeg de 1-1 tegen. Maar ik moest geduldig blijven. 111e minuut. Geen penalties. Je wilt geen penalties in zo'n wedstrijd. Nou, er staat een heel leger, hè. Iedereen staat eigenlijk op zijn eigen helft, rond de 16. Ja, hoe kom je daar doorheen? Nou, moet je risico's nemen. Cristiano Ronaldo, ik beweeg met Eusebio. Daar komt hij, dragback. En dan is het toch schieten. Golazo. En hij heeft 5-star weak foot. Hij doet het gewoon. Hij had naast kunnen gaan, op de paal kunnen gaan. Maar hij gaat erin. De leuke, heerlijke celebration. Hij drukte op start. Probeert nog druk te zetten. We zijn nog niet klaar. Je bent er nog niet van af. Want op het moment dat iemand full pressure aanzet, dan gebeurt er altijd wat moois. En ik ben zo stom, want ik ga lekker voetballen. En dan wil ik hem terugkop op, ja,
Dat is het Rashford die helemaal stilstaat. Ja, dan krijgt Mbappé nog een kans. Dat wordt gevaarlijk. Schiet hij hem erin? Nee, uit balans. Komen we heel goed weg. Hè? Dat was echt de laatste secondes. Ja, de laatste paar secondes van de wedstrijd. En dan zou het sowieso penalties geworden zijn. Maar we overleven het. Winst op Sparta. In de Eredivisie won ik ook van hem. 2-1. Uiteindelijk heb ik nog een bericht naar hem gestuurd. Maar was het GG's. Dan hebben we toch een aantal mooie wedstrijden gehad. Is dit het begin van de Weekend League? Moet je nagaan. We hebben nu al een top 100 speler. En nu al de e-sporter van Sparta gehad. En we hebben nog maar 11 games gespeeld. Er komen veel meer zieke wedstrijden aan, jongens. Trust me. Oké, dames en heren, jullie hebben het gezien. De wedstrijden vanuit een ander perspectief. Er komen nog heel veel leuke wedstrijden aan. Laat even weten of je dit leuk vond, een tof idee. Want dan kan ik dit vaker gaan doen. Elke week neem ik alle wedstrijden op van de Weekend League. Dan bespreek ik het gewoon op deze manier. Gewoon net even anders dan die live reacties. Net even wat leuker. We kunnen natuurlijk lachen met z'n allen. Dus laat het zeker eventjes weten. 1000 likes en de nieuwe video komt meteen online te staan. Vond je dit een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We zijn nog steeds op een missie naar de 50.000 abonnees. Jullie kunnen me enorm helpen. Echt, nog maar 2000 abonnees en we zijn er. Dan komt de giveaway, de nieuwe video Q&A en de teams review van kijkers. Vergeet zeker eventjes niet het belletje aan te zetten voor de meldingen wanneer ik live ben of een video upload. En je kunt me tot slot volgen op Instagram. Aristotendoenoe, bijna 22.000 volgers alweer. Ik hoop jullie graag te zien bij de volgende video, dames en heren. Dat wordt lachen. Thanks voor het kijken en de support. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed. Rustig aan. Ciao, ciao.